De computerspelletjes van Pokémon Go die zijn ontwikkeld door Satoshi Tajiri. En dat was omdat hij als kind heel graag op zoek ging naar insecten. En daarmee speelde en keek hoe ze zich gedroegen enzovoort enzovoort. En hij vond het zo jammer dat veel jongeren in steden geen toegang hadden tot die natuurbeleving. Dus heeft hij die Pokémon spelletjes gemaakt. Kijk, op de computer spelen, dat is plezant, hè. Ik heb dat ook heel veel gedaan. Maar vergeet niet dat het tofste computerspel gewoon buiten ligt. Wat er allemaal te beleven valt, wat er te vinden valt, kijken hoe de dingen werken. Ik heb het geluk gehad dat ik als kind, naast veel op de computer spelen, ook veel in de natuur kunnen spelen heb, kunnen ravotten hebben met de jeugdbeweging in de bossen. En voor mij persoonlijk een boswandeling maken was niet genoeg. Ik wou een beetje graven, een beetje delven, kijken wat ik vond, leren hoe het heet, hoe het leeft, wat het doet, hoe alles werkt in de natuur. Dat is voor mij natuurbeleving. En ook voor mij is natuurbeleving een grondrecht.